Het is opgevallen dat jonge kinderen in de afgelopen jaren steeds vaker Engelse woorden gebruiken als ze zich uiten in het Nederlands. Dit komt voornamelijk doordat jonge kinderen naar animatiefilmpjes kijken in het Engels. Onze nieuwsdienst vroeg twee deskundigen naar de invloed hiervan op de ontwikkeling van het Nederlands, dat de hoofdtaal is in het onderwijssysteem in Suriname. Neerlandica Renate Sluisdom zegt dat deze ontwikkeling soms een barrière kan vormen op school. Maar dan moeten we wel ons best doen om die andere talen, want bijvoorbeeld ook Sranantongo, hij heeft een hele belangrijke positie in grote delen van ons land. Dan moeten we wel ons best doen dat we die talen goed aanbieden, volledig aanbieden. En dat we checken dat de kinderen die iets in het Engels zeggen, dat ze het ook in het Nederlands moeten zeggen. Echter zegt Sluisdom dat het Nederlands al altijd invloeden heeft gehad van andere talen. In de afgelopen 30 jaar zijn er steeds meer Engelse woorden te vinden in het Nederlands. Daarvoor waren er veel woorden uit het Frans en Latijns terug te vinden in het Nederlands. Dit is geen negatieve ontwikkeling volgens Sluisdom, omdat elke taal zich op een bepaalde manier ontwikkelt. Daarnaast werkt meertaligheid in de opvoeding positief op taal- en leesbegrip. En daar zie je dat het een beetje eraan schort. We laten kleintjes meestal zelf spelen, gaan met elkaar spelen. Maar kinderen hebben het juist nodig, moeten het juist hebben van de interactie met ouders, met volwassenen die de taal wel goed kunnen spreken. Of van wie je vanuit gaat dat die de taal wel goed kunnen spreken. En daar zie je dan dat kinderen minder goed Nederlands kunnen praten bijvoorbeeld. Omdat eigenlijk de opvoeder op dat moment gewoon de tablet is. En dat is jammer. Ja, want we moeten het hebben van interactie. Logopedist Gracia Nelson zegt dat meertaligheid een natuurlijk proces is in deze globaliserende wereld. Daarom vindt Nelson het goed wanneer kinderen meerdere talen leren. Echter mag de kwaliteit van de moedertaal niet minder zijn. Dus dat zij de talen met elkaar zullen mengen en in één zin zullen gebruiken. Dat is normaal. Je hebt verschillende soorten taalontwikkelingen wanneer het gaat om meertaligheid. Je hebt de simultane meertaligheid. Dat is wanneer kinderen vanaf geboorte twee of meer talen aangeboden krijgen. Dan praat over meertalige, simultane meertaligheid. Je gaat er dan vanuit dat de kinderen beide talen evenveel aangeboden krijgen. En ze zullen dus beide talen eigenlijk even goed ontwikkelen. Maar ook bij die kinderen zie je dus dat ze de talen gaan mengen midden in de taalontwikkeling, wanneer ze dus bezig zijn op te groeien. Dan heb je de successieve meertaligheid. Dat is wanneer een kind in één taal wordt opgevoed en op een gegeven moment een tweede taal aangeleerd krijgt of meerdere talen aangeleerd krijgt. Dat zie je bijvoorbeeld bij de kinderen die in het binnenland wonen, bijvoorbeeld, hoor, is een voorbeeld, en op een gegeven moment naar school gaan. Ze leren het Alkaans en het Saramakaans en het Paramakaans, etc. En wanneer ze naar school gaan, dan worden ze geconfronteerd met het Nederlands. Dat is dus de successieve meertaligheid. Nelson zegt dat kinderen talen met elkaar zullen mixen wanneer zij worden blootgesteld aan meerdere talen. Dit is een natuurlijk proces. Beide deskundigen raden voornamelijk ouders aan te letten op de kwaliteit van de taal die zij aanbieden als moedertaal aan hun kinderen. Logopedist Nelson benadrukt dat ouders het best kunnen communiceren met hun kinderen in de taal die zij het best beheersen. Ook al is dat Sranang, Sarnami, Okaans of een andere taal.